er uit dus. Godverdorie. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Dat heb je allemaal gemist. Mensen dachten dat ik nooit meer terugkwam. Sommigen waren daar heel blij mee. Had ik je eindelijk een keer voor mezelf. Ja. Ja, we zijn hier in Barcelona. We hebben hier een maandje vertoefd. Daar waren we ook wel echt aan toe. Ik vooral. Maar dat maandje zit er nu op, dus we gaan weer beginnen. FIFA 22 staat voor de deur. En nu eerst met mijn pakkie naar Camp Nou. Want we zijn hier ook wel langer gebleven, moet ik zeggen. Omdat ik nu een wedstrijd van Barça mag doen voor RTL 7 Champions League. Dus dat is fantastisch. Ik neem jullie mee vandaag, dat had je al gezien. Ja goed, dit is het huisje waar we hebben gezeten. Ik ga nu snel de taxi in naar Camp Nou en dan bespreek ik jullie zo. Alright, chaotisch begin natuurlijk sowieso. Snel nog even een shirtje gestreken door Carola. Nu onderweg naar het stadion. Eerste keer Champions League. Vorig jaar heb ik natuurlijk die Europa League mogen doen. Dat was mijn vuurdoop wat dat betreft. En eigenlijk nooit gedacht dat ik nu in één keer Champions League zou mogen doen. Maar die rechten zijn veranderd. Talpa, dus Veronica en SBS, die hebben nu Europa League en Conference League. En bij RTL hebben we nu Champions League. En zo zit ik ineens straks bij Barça. Dat is heel gek. Altijd mijn droom geweest natuurlijk om dit soort werk te mogen doen. En ineens kan het dan snel gaan. Uiteraard moet ik jullie daarvoor bedanken, want zonder YouTube en jullie als kijkers was dit nooit gelukt. Want dit heeft me op plekken gebracht en bij bepaalde mensen gebracht, waardoor dit in één keer mogelijk is. Nu dus onderweg naar Camp Nou, Barcelona, Bayern. Het belooft wel echt een heet potje te worden. 8-2, dat is natuurlijk die uitslag van precies een jaar geleden, of iets langer. Het was toen die Champions League knock-out fase die toen in die bubbel in Portugal werd gespeeld. 8-2 werd het toen in één potje ook nog. En dat heeft er toen wel ingehakt. Dat heeft er toen ook voor gezorgd dat Koeman überhaupt in beeld kwam. Dat het de vorige trainer ontslagen werd. En dat Koeman coach kon worden. Maar dat is iets wat ze bij Barça natuurlijk nooit meer mee hopen te maken. Maar ja, Messi weg, Griezmann weg, de club in brand, de grote schuld. Koeman die de hele tijd geen zekerheid krijgt van de voorzitter, Laporta. En ook nog een blessuregolf, want ja, Luc de Jong op de laatste dag nog aangetrokken, gehuurd van Sevilla. Die gaat misschien wel in de basis starten, want Agüero, Dembele, Ansu Fati en ook Braithwaite nu allemaal geblesseerd. Dus ik denk dat Koeman zijn systeem een beetje om gaat gooien en dat hij met Memphis en Luc naast elkaar gaat spelen. Maar we gaan het zien. Ik neem jullie mee. Hoe gaat het er nou aan toe bij zo'n Champions League wedstrijd achter de schermen? Komen in het stadion, maar dat veld, jongens, ligt erbij. Oh. Schitterend, man. We zitten nu helemaal bovenin. Ik zal hier niet zoveel zijn, maar ik ben met Leo Alkema van de sluipschutters. Zo'n puk inslikken, dat is het probleem. Schijt er maar eens uit. Leo is iets ouder. Maar jij hebt echt de allermooiste plekken. Oké, de plek is mooi, maar blijkbaar zijn de stoeltjes niet al te best. Dat is in 8 jaar tijd nog niet veranderd, Vincent. Nee. Hier zitten zoveel. Kijk, en hier zijn ze bezig. Dit lijkt mij een Duits tv-station. Och jongen, dat veld. Echt schitterend. En ja, daar zie je alle. Even kijken of kan ik inzoomen. Daar zal ik straks ook staan, denk ik. Er zijn daar iets van 5, 6 posities. En daar ook. Geweldig dit, die Duitsers die. Ze dachten dat wij ook Duits waren, maar die Duitsers hier. De eerste maal in de geschichte zijn we favoriet. Verrukt, man! Ze hebben elkaar 11 keer getroffen in de Champions League. 7 keer won Bayern, 2 keer gelijkspel en 2 keer won Barcelona. Heel raar. Een soort angstgegner voor Barcelona dit. Maar zij vinden dus voor het eerst in de geschiedenis nu Bayern echt favoriet tegen Barça. Oké, jongens, het is 7:30. Een half uurtje voordat we gaan beginnen met de uitzending. Studio zit er prachtig uit, heb ik gezien. Het is zo knijterwarm hier. Sowieso zijn het gewoon warme dagen in Barcelona. Ik ga eventjes in het toilet. Yeah. Even een huidje doen. Jasje aan, die heb ik weer even opgepikt. Jasje aan. Net even een lekker hotdoggie gegeten. Er is weinig eten hier verder. Ik moest even een hotdoggie kopen zelf. Ja, en als jullie denken, waar is Leo? Ja, die heeft hier nog eventjes een extra hotdoggie gehaald net hoor. Een beetje smeerpijperij. Ja, hele grote smeerpijperij, ja. Ik ben nu onderweg, jongens. Ik ben onderweg naar het veld. En daar ga ik dan geen interview doen. Normaal gesproken zou ik nu ook nog een interview doen met Koeman. Met de trainer, zeg maar we hebben die rechten nu niet. Die rechten liggen nu bij Spaanse TV. En ja, anders dan staat Koeman een kwartier lang interviews te doen voor de wedstrijd. Dat kan niet. Dus ik ga nu naar het veld. En dan kom ik straks eventjes op beeld met een verhaaltje over hoe het ervoor staat. Ik zie jullie zo, ja. Jassie is aan. Dit is de matchbal. Speciaal, no? Very special. and very special day also. You got public around. Well, you just said to me, you're gonna die with this jacket. It's so warm. Yes. Het is and so humid. So humid, zo vochtig. Het is knijterwarm en vochtig, maar goed. Het jasje is aan, we zien er netjes uit. En hier ga ik straks staan. Dit is een multicamera. Dat wil zeggen dat ik hem afwissel met Kanaal Plus uit Frankrijk. Dus ik ga eerst even wat vertellen. Dan kom ik live bij RTL 7 binnen. Dan moet ik even plaatsmaken voor de Fransen en daarna kom ik weer terug. Nou, ik zie daar verderop Desailly staan, dat is wel vet. En hier staat Mario Gomez. Koen Weiland die staat in Barcelona. Koen, jij hebt je extreem goed voorbereid. Want je zit al, hoe lang zit je in Barcelona? Je woont daar zelfs nu even. Ja, een maandje. Toevallig eigenlijk. En toen mocht ik ook nog deze wedstrijd doen. Dus toen dacht ik, nou, dan blijf ik nog wel eventjes. Ik dacht, ik neem ook nog even een krantje mee. Ik heb hier een maand gewoond inderdaad. En Luc de Jong die domineerde de krantenkoppen wel een beetje. El Nuevo Luc gaat dus gewoon zijn debuut maken in de basis. Oké, dat was de eerste keer Champions League. Ah, mooi man. Mario Gomez hier naast me. Dessie, die zat wel lekker te praten. En hier zijn nu dus die Fransen even tussendoor geweest. En nu komen we nog één keer terug. Gaan we het nog even hebben over Koeman en Laporta. De doelmannen van Barça begonnen met hun warming-up. Daar zien we Ter Stegen. Ter Stegen, hoor dat is Stegen. Dat is het altijd. Ja, wel gek. Oké, hier komen de doelmannen van Bayern. Kijk, er mogen 31.500 mensen in. Dus ja, 30% van de normale capaciteit. Dat zal nog steeds wel gek zijn. Maar goed, de uitzending echt top. Hoe zie ik het dan vanaf hier? Dus zo zie ik in elk geval hoe ik zelf op beeld kom. Zodat ik weet of ik stap in de links of de rechts of de boven of de onder moet doen. En deze mensen zijn fantastisch allemaal. Die plakken tape hier achter op mijn oor. Die zorgen dat ik precies weet wanneer wij aan de beurt zijn. Dat het beeld goed recht is. Die zorgen overal voor. En die drukten dus ook de wedstrijdbal in mijn hand net. Ja, daar staat hij ook, Luc de Jong. Dat is wel heel mooi hoor. Henkie. Kikera worden daar. Busquets. En Luc de Jong. Laatste gedeelte van de warming-up. Hier staat oude Marcel nog eventjes te vertellen. En inmiddels is het stadion ook wel iets voller. Daar zit Leo, aka Vincent straks dus. Maar ja, dat is toch gek hè. Barça Bayern en dan zo'n leeg stadion. Maar goed. Vorig jaar bij de Europa League wedstrijden geweest, daar zat helemaal geen publiek, dus hier mogen we ons even gelukkig mee prijzen. Eerste minuut. Oh, en ik zit. Ah. Heel smerige pijperijtjes. Nou, 3-0. Bayern maakt de interviews er in elk geval niet leuker op. Daar zijn ze nog bezig, slotfase. Ik ga nu naar beneden voor de interviews achteraf. Ja, pijnlijke avond in elk geval voor de Nederlanders. Het is lastig om hier veel te filmen. Er zijn veel interviews tegelijk bezig. Ik zal even laten zien. Een loodzware avond voor jullie. Welke emotie overheerst? Nou, teleurstelling omdat je een wedstrijd thuis met 3-0 verliest. Frank, wat maakt het verschil volgens jou vanavond? Nou, sorry, ik wil in het Engels beginnen. Maar nee, Bayern was gewoon een stuk sterker dan wij. Luc, voor iedereen hier bij Barcelona een verschrikkelijke avond. Maar ik kan me ergens voorstellen dat je ergens ook intens gelukkig bent. Hoe zit het bij jou? Ja, op dit moment valt het nog mee. Ik baal gewoon meer van het resultaat dat we behaald hebben als team. Want ja, je hoopt toch iets goed resultaat neer te zetten. Maar ik denk straks dat het besef komt dat je natuurlijk gewoon trots kunt zijn dat je debuut hebt gemaakt bij zo'n fantastische club. Ja. Oeh, was er nu jongens. Ik heb nog even een biertje gedaan met, met Vincent, terwijl Leo. Even lekker in nagesproken en nagenoten. Ik ben nu bijna thuis. Ja, het voelt echt als thuis. We hebben hier 5 weken gezeten. De straten zijn leeg. Alles is hier ook om 12:30 dicht s'nachts. En de scholen zijn net weer begonnen. Het is natuurlijk dinsdagavond nu. Gisteren zijn die scholen weer begonnen hier. Maar bijna thuis. En spullen pakken. Misschien morgenochtend nog even 1 laatste potje padel. En dan vliegen we morgenmiddag terug naar Amsterdam. En dan gaan we weer beginnen. Dan staat FIFA 22 voor de deur. En natuurlijk gewoon meer video's voor jullie weer. Dat komt nu allemaal terug. Thanks voor het kijken sowieso. En de volgende wedstrijd die ik doe is waarschijnlijk Ajax Besiktas. Dus dan kun je me weer zien bij RTL 7. Thanks jongens. Tot snel. Ciao, ciao.